niet. Want wat is geluk? Geluk is mij op mijn plaats voelen. Voelen, hier ben ik mezelf, hier kan ik volledig gaan, hier voel ik een rust. Want datgene wat ik doe, datgene waartoe ik uitgenodigd word, de vorm die ik aan mijn leven heb gegeven, komt overeen met datgene waartoe ik geroepen ben. En die ervaring, dat verlangen en die intuïtie heb ik 25 jaar geleden gehad en ben ik eigenlijk blijven behouden. Onlangs nog, 1 of 2 dagen geleden, dacht ik bij mezelf, verdorie man, wat heb jij toch geluk. Wat heb jij toch geluk dat je mag doen datgene wat je in het diepste van jezelf verlangt te doen. En dat mag ik eigenlijk doen. Dat in connectie met de gelofte van gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan God, ik denk dat dat een hele moeilijke gelofte is. Want wij zijn geneigd tot alle kwaad en niet tot alle goed. Het zit in de mensenhart opgesloten. En om dan gehoorzaam te zijn en alle goed te kunnen doen. Nu, ik denk dat inderdaad de gelofte van gehoorzaamheid de moeilijkste is van de drie. Nog moeilijker dan die gelofte die aan de seksualiteit raakt. Omdat wij mensen, en ik zal voor mezelf spreken, ik wil vrij zijn. Ik wil doen wat ik zelf wil. En gelofte van gehoorzaamheid, zoals je zegt inderdaad, die gaat terug op de gehoorzaamheid van Jezus aan de Vader. En is een uitnodiging om te doen datgene wat God van je vraagt. Maar in het religieuze leven wordt die gehoorzaamheid bemiddeld doorheen oversten. Dat betekent dat ik een zending krijg. En er is iemand, mijn provinciale overste, die in Brussel woont, die mij gevraagd heeft, Nicolaas, ik vraag jou om naar Amsterdam te gaan. Nu, ik was blij om naar Amsterdam te gaan, was niet moeilijk. Maar soms zijn mij ook dingen gevraagd die ik niet zo leuk vond. En dat zal in de toekomst misschien ook nog gebeuren. Dat is gehoorzaamheid aan degene die over jou gesteld is, je overste. Maar daarbovenuit stijgt de gehoorzaamheid aan God. Is dat moeilijk? Dat kan heel zeker moeilijk zijn. Ik ben er ten gronde van overtuigd, hier in mijn hoofd, dat dat de beste weg is om in het leven te staan. Maar ik ben maar een heel gewone mens. Ik ben ook een zondaar. En soms voel ik heel duidelijk die weerstand. Maar het is niet omdat er weerstand is dat het niet goed is. Integendeel. Als het allemaal te makkelijk gaat, dan is er misschien net een probleem ook. Ja.